Oké, hallo en welkom bij aflevering 38,5. Zegt het goed? Ja, 38,5. We gaan meteen door waar we net geëindigd zijn. Letterlijk, want ik heb die opname stopgezet, ik heb hem opgeslagen en ik ben weer dat park aan het laden. Want er waren te veel dingetjes. Waar ik even geen tijd voor had om aandacht aan te besteden. Oké, we zijn terug. Waar is mijn controlebord? Juist. Oké, main guests are thirsty. Waar komt ons verlies vandaan? Dit snap ik nog wel. 41.000, dat snap ik. Dat is de bouw van de Anne Frank. Dat is een heel dure attractie. Maar waarom? Shops en facilities. Even op pauze toch? We gaan even nummertjes kijken. Waarom kan ik niet meer zien dan dit? Oké. Chauffeur en kast. Dat is niet jij toegekomen. Hotel room sales is altijd dramatisch geweest. Hotel room costs. Nee, je speelt toch Keith. Restaurant sales. Zeg restaurant room costs. Dat is altijd een dramatisch geweest. We zitten gewoon in de rides en tickets. Oké. Want. Even kijken, het is 10.000. Waarom zijn die in één keer 10.000? Wat is er hier veranderd? Shop sales is afgenomen zelfs. Zoveel cijfers. Nee, dat zit niet in park management. Het zit wel in shops en facilities. Park management is hetzelfde gebleven. Die zijn van 4.000 hier. 7.000, 10.000. Waar komt die explosieve stijging vandaan? Naar 30.000. Oh, de winst van de shops is achteruit gegaan. Ja. De runcards zijn namelijk nagenoeg hetzelfde gebleven. De winst van de shops is gewoon achteruit gegaan. Ha! Nee, staff wages die zijn ongeveer gelijk gebleven. Dan zien we wel in kast, dus dat moet ik naartoe nemen, want Avank heeft er een aantal in zitten. Ja, het ligt echt aan de winkels. Voor de vorige maand dan. Want, even kijken, de Rise of Dick is nog afgenomen. Even kijken, 30.000. Toch waren deze lager, want grootste ticket sales. Waren iets lager, rise for in costs, cost for in costs, park entrance ticket sales zijn fors afgenomen. Aan de andere kant, stel me voor, we boeken inderdaad 1000 verlies per maand. Ik wacht niet dat dat gaat gebeuren, maar we boeken inderdaad 1000 verlies per maand. Dan kunnen we nog zo'n 1600 maanden open blijven. En dat is zo'n kleine 16 jaar volgens mij. Ja, we klikken gewoon op running en we kijken wel wat er gaat gebeuren. Eén kant vind ik dit belachelijk, aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, ik kan niet
altijd de tracks ondergrond houden. Wat we gaan doen is. Wat ik eigenlijk al beloofd had. Werken aan de rij van Anne Frank. En intussen houden we met een schuin oog de rest in de gaten. Misschien moet ik wel gewoon de werknemers die op willen stappen laten gaan, weet je wel. Ik bedoel, als ze toch niks verkopen, hè, aan de andere kant. Ik zie niks. Even kijken, oh, dit moet ik niet in mijn blueprint moet ik hebben. Dat is die workshop. Want ik heb geen zin om een watchtower te bouwen. Nope, nope, nope. Age vampires. Voor de watchtower, deze nemen. Even kijken voor door Wiggs. Wiggs is momenteel online. En die van Watchtower, Watchtower Outlook. Voor de rest zie ik eigenlijk niet zo heel gauw die van Wiggs. Die zal het maar moeten doen dan. Goed. Part of Camp Bolton. Deze ziet er ook interessant uit. Dan de. Ik zie van mijn ooghoeken, we hebben weer winst. 5000 winst, geef niet. Wie klaar je niet eerst, is het grote niet meer. Zien we ze dat toch niet? Nou, scenery. Ik heb hier gewoon niet genoeg geld. Ja, dat er een enorme warrij zou ontstaan, dat had ik al wel verwacht eigenlijk. Kijk, 1440. En dit was. Oh, Tweede Wereldoorlog is mooier dan Frank, zegt het. Aan de andere kant, die wachtrij is ook 100% en dat weet ik. Dus watch. Wow. Dat wil ik hier bovenop zetten. Maar dan moet ik het zonder die plantjes doen. Nee, deze doen we zo. Deze doen we daar. Dus ook even hier. Ik heb vaak gezegd, elke attractie is een eigen microcosmos. En aanvang gaat het niet anders wezen, hoewel de microcosmos wordt gedeeld.
voor een deel met de Tweede Wereldoorlog die er vlak achter staat. Sorry. Iets wat ik maar moet. Indenken. Alvorens. Hier aan bron. Ja, heel simpel is dat paar. Oké, nog meer aanvraag dan. Sorry, ik heb het niet verstaan. Hè? Maar Google die begon in één keer te zeuren. Sorry, ik heb niet verstaan. Er valt toch niks te verstaan, want ik heb niks gezegd. Waar ging het om gevraagd? Nee, wat mij betreft, hekken bouwen, mogen ze aanwerken, moet een makkelijke manier voor zijn. Yo! Huh? Dat je ergens een paal neerzet of zo en dat je dan ik word hier eigenlijk een beetje heel simpel van. Oké. Carry, blijf, hij is IJzingen ingebroken, maar maakt niet uit, daar houden we ons allemaal niet mee bezig. Wat gaan we doen is met trees en door de blue fir trees. Hier is een wachttoren erbij. En op de dode bomen.
Pushes. En even kijken, props, lights. Doen we daar gewoon weer hetzelfde, weer die olielampjes. Ah, ik ben bezig met beelding te editen. Nou, geef me. Denk ik. Ja, wat zullen we hier nog meer doen? Sowieso even aan de ondergrond. Terrain. Painting. Doodgraaf. Oké. Kijk, hier hebben we hond van een rij. En 1548 punten. En dan zijn we hier klaar, al zeg ik het zelf. Hier in elk geval. Ik heb geen melding meer gehad dat de mensen vastzitten in het park. Eetstentjes hier zo neerzetten vind ik nogal. Ja, hoe zeg je dat? Cru. Gaan we ook niet doen. Kijk, ik wil dit gedeelte niet al te veel exploiteren, zeg maar. Als yep. En dan bouwen we hier gewoon dicht bos. Huppakee. En de wies er even toe. Gelukkig. Een klein beetje, maar ja, zoals net zei, wie klein hier eert. En ik ben blij dat ik hier zo de
de wegen heb aangelegd voor 10 meter breed. Normaal zou ik er gebruikt 7, maar... Als ik zo kijk naar hoe druk het hier is... Het enige wat ik nog moet doen. Hey Google, wat is de geboortedatum van Anne Frank? Is geboren op 12 juni 1929. Hey Google, wat is de sterfdatum van Anne Frank? Ze is in februari 1945 overleden. Tering. Oké, dat bord staat en als laatste belediging aan het adres. Nou, sorry, ik heb een beetje last van mijn oor. Oh ja, dat was lekker. Even doorpoeren. Die. Arbeid maakt vrij. Oké, die lopen in ieder geval redelijk. Ja, die set die doet gewoon niet of misschien ligt hier aan. Wat en hiervoor 13, 12, 11 en we gooien de boel op en kijken wat gaat een hoop dingen kapot joh. Max Havelaar ging kapot, Napoleon ging kapot, Willem I ging kapot, Hugo de Rood ging kapot, Patrick Lottergaan ging kapot. Maar het valt wel mee, want ik heb hem pas net gesloten.
Money, 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 I'm going to be rich. Nou ja. Volgens mij heeft het probleem aardig onder controle. Wat valt er voor de rest dan nog? Ja, de aanvang die draait wel, heeft natuurlijk geen hoge bezoekerscapaciteit. Maar volgens mij draait hij wel winst. Ja, 2000 in de laatste maand. Gaan alleen gek nog bezoekerscapaciteit. 60 per maand? Nou ja, bezoekerscapaciteit kan ik niet zien. Hi. Hi. Huh? Hi. Nee, laten we het zoekgroepstek kan ik helaas niet zien, maar er staat immers al een rij in Duurtang. Hoeveel uur? 41 moet er binnen komen. Aan de andere kant voor de mooiste attractie van allemaal met 1548 punten. Zo. Dat is meer dan de Tweede Wereldoorlog. Vier meer dan de Beemster. Kunnen we nog niet opzoeken? Ja, precies hier. Anne Frank heeft de hoogste, dan Tweede Toren, Jeroen Bos, Ingenieurs, Handexperience Patriotten, Handexperience gaat voor WCWC. Hoewel, dat is een classic. Alles Jacob moet het meest verlies. Maar ja, shops. Even kijken, de profit in shops. Ja, sommige die boeken minder 1000 en andere die zo tussen momento. Oké, mijn favoriete toiletblok. Is, kan ik net niet zien. Ah, dat is hier. Ja, ik vraag geen geld voor. Dat vind ik gewoon... dat is gewoon, cruel. Maar goed, we gaan er inderdaad een eind aan breiden. Breien. Aanstaande dinsdag staat weer een nieuwe aflevering op het programma. Dat is Indonesië of Nederlands-Indië. Eén van de twee. Kom, hou op. Even gapen hoor. Oh, even uitdrukken. Ja. Die staat er weer online. Ik weet nu nog niet wat dat gaat worden. Maar er zal allicht een plaatje in beeld verschijnen. Ergens in de, tijdens mijn praatje. Om aan te geven. Nou, dat wordt de nieuwe. Dat is de nieuwe. Volgende week dus weer een halve aflevering. En... Het leuke is, dat is de laatste halve aflevering van 39, want daar hebben we aflevering 40. In aflevering 40, uit mijn hoofd gezegd,
gaat over de watersnood. En die ga ik alvast wel verklappen welke dat gaat worden. Wordt uiteraard de waterattractie. Die als laatst geladen wordt. Of die ik gewoon niet zie. Ah, nee, hier River Rapids. Door deze. Die ga ik... denk ik in deze dagen bouwen. Nou, het is voor mij de eerste paasdag. Ik ga zo meteen lekker een rondje lopen. Ik wens jullie nog een hele fijne dinsdag eventueel. Of nee, zondag is zondag. Een hele fijne zondag. En ik zie jullie dinsdag weer terug of anders volgende week. Houdoe.